Ik ga toerist in eigen stad spelen. Ik ben op de Grote Kerk. Ik loop hier dus naar binnen. Loop ik te dicht langs de stoel, gaat er gelijk een alarm af. Oké. Een verborgen strandje, dus daar ga ik heel even lekker zitten. Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Dort Vlogt. Normaal gesproken laat ik jullie altijd zien wat er allemaal te doen is in het centrum. Maar vandaag ga ik iets leuks doen. Ik ga toerist in eigen stad spelen. Dit ga ik aan de hand doen van Rondje Dort. Dat is een soort looproute die je kunt doen met een begeleider of gewoon zelf. Je kunt gewoon de bordjes volgen en dan vind je het vanzelf. Dan kom ik langs allemaal bijzondere punten in het centrum. En ik ga ook nog iets leuks doen op het einde. Maar dat is dan buiten het centrum. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Misschien ook wel een klein beetje zenuwachtig. En ja, we gaan het wel zien. Let's go! Zoals ik al zei, ga ik de toeristische route doen aan de hand van Rondje Dort. Dit is een wandelroute door de stad van ongeveer 3 kilometer. En deze route kun je vinden op de website van Easy Travel. Of je kunt de plattegrond hier achter mij kopen bij het VVV-kantoor voor 1 euro. Ik ga de route nu fietsen en dan ga ik bij een paar dingen ga ik naar binnen en kijken wat er te zien is. Is de Grote Kerk. Iedereen kent het wel, eigenlijk het beeld van buitenaf. Maar hoe is het nou eigenlijk binnen? Ik ben 1 keer binnen geweest, denk ik. Ik ga gewoon kijken, ik ga naar binnen. Ik ga ook de toren beklimmen. En ik ga jullie meenemen. Ik denk wel dat het vrij vermoeiend is. Oké, we zijn begonnen. Het is vandaag 30 graden, dus een hele goede temperatuur om een toren te gaan beklimmen. Ik moet hier maar wel even een liedje onder zetten, anders horen jullie mij zo hard hijgen. Vraag me niet hoe, maar ik heb het gered. Ik zweet met dit letter, maar ik ben op de Grote Kerk. Ik moet wel zeggen dat het uitzicht wel echt waard is om je even helemaal dood te zweten. Ik ben inmiddels weer op adem gekomen, dus ik ga weer aan de tocht naar beneden beginnen. Waar ik ook even ga stoppen is het Simon van Gein Museum hier achter mij. Dat moet ook een heel mooi museum zijn waar ik dus nog nooit ben geweest, jongens. Dat is echt schandalig. Ik loop hier dus naar binnen. Loop ik te dicht langs de stoel, gaat er gelijk een alarm af. Oké, goed begin. Ik moet wel zeggen dat ik dit een beetje een enge hoek vind, jongens.
Wat vinden jullie hiervan? En nou weet ik dat je hier in de binnentuin heel lekker bij Koffielisjes kunt eten. Dat ga ik mezelf natuurlijk niet onthouden. Ook vanaf het water bekijken. Dit rondje zit erop. Tijd voor de volgende activiteit. Het is wel 30 graden vandaag. En het was best wel een stuk fietsen. Wat dus echt super lekker is, is dat ik hier nu al 10 minuten zit of zo. En ik heb gewoon nog niemand gezien. Zoals ik dus in het begin al zag op die bordjes, zijn er hier verschillende routes die je kunt lopen. En ik was nu zomaar eigenlijk een kant op gegaan. Ik heb ook eigenlijk geen idee waar ik ben. Maar ik heb gezien dat een groene route ook bij de waterbus eindigt, bij de halte. Dus ik denk dat ik nu mijn fiets gewoon weer op ga halen, dan die route ga lopen. En dan kan ik gelijk hem bij de waterbus als het goed is parkeren. En je kan hier dus ook van die rondvaart doen. En dan vaar je echt gewoon in de jungle, zeg maar. Maar zo lekker, alleen daar bijvoorbeeld. Het is dat ik er geen tijd voor heb, maar en dat ik hier in mijn eentje ben. Niet heel gezellig, maar zo'n rondvaart hier, dat moet wel echt heel rustgevend zijn. En ik fiets net hier voorbij een verborgen strandje, dus daar ga ik heel even lekker zitten. En als je dus warme zweetvoeten hebt, zoals ik, kan je ze even lekker koelen. Dit is wel lekker zeg. Dit is dan wel iets minder lekker. Ik ben inmiddels aan het wachten op de waterbus. Mijn fietsje staat hier. Die mag gratis mee. Ik mag hem volgens mij ook hier ergens in een stalling zetten, maar ik vind het handiger om hem mee te nemen. Want ik vind het altijd best wel nog een stukje lopen anders naar huis. Kan ik bij jou een los kaartje krijgen? Ja, ik kom er zo aan. Ja. Dank je. Zoals ik al zei, kun je de stad natuurlijk ook vanaf het water bekijken. Bijvoorbeeld met de Dordtevaar. Imbarcazione Barone. Of het treintje. Welke manier je ook kiest, elke manier geeft weer een hele andere ervaring. Eigenlijk moet je ze allemaal gewoon een keertje gedaan hebben.